Hallo allemaal en welkom bij Skill Video nummer 2. In deze video leg ik uit hoe je pasta kookt. Voor het recept wat ik vandaag ga maken heb ik linguine pasta nodig. Dus dat is ook de pasta die ik ga gebruiken voor deze uitleg. Voor het koken van pasta hebben we een grote pan nodig, waar genoeg water in past om de pasta onder water te zetten. Ook heb je per 100 gram pasta die je kookt 1 liter water nodig. Eerst brengen we dat water aan de kook en daar mag best wel een grote hoeveelheid zout bij. Er wordt wel gezegd dat het water waarin je je pasta kookt even zout moet zijn als de zee of als ons bloed. Dat dan ook weer even zout is als de zee. Leuk weetje. Als het water goed kookt, dus als er heel veel grote bubbels naar boven komen, kun je de pasta toevoegen. Verschillende pasta's moeten voor verschillende tijden gekookt worden. Kijk dus goed op de verpakking wat de aangegeven tijd is. Voor linguine is dat 4 minuten. Dat is echt heel kort. In deze tijd kook je de pasta al dente. Dat betekent dat er nog een soort van bite aan de pasta zit. En dit is handig als je hierna nog de pasta mee wilt koken in de saus. Dan wordt het niet zo'n heel papje. Als de pasta dan voor de aangegeven tijd gekookt heeft en ook gaar is, gieten we de pasta af in een vergiet. En zo maak je dus pasta. Ik bedoel, kook je de pasta, maak het. Dat doe je anders. Nou,